Charkov. Oekraïne. Charkov. En kunt u dat aanwijzen op de kaart? Volgens mij ligt... Nou, ik moet even kijken zelfs. Dit is Turkije en dan zal dit Oekraïne zijn. Ja. Nou, eens even kijken hoor. Ik denk hier ongeveer. Ja. Oosten van Oekraïne. Zou het hier zijn ergens? Hier? Nee, hier ergens. Nee, wacht even. Duitsland, Polen. Hier, tegen Rusland aan. We gaan dus naar de Oranje Camping. We verwachten in ieder geval een groot feest met een hoop samenhorigheid. Ik hoop dat we 2 keer winnen, zodat we doorgaan. En dan gaan we ook verder richting Polen en weer terug naar Oekraïne en noem maar op. Heb je nog hoop voor het Nederlands elftal? Tuurlijk, al hoop. EK88 verloren we ook de eerste wedstrijd. Komt allemaal goed. Nee, wij gaan ze aanmoedigen. Nou gaat het goed komen. Ik kruis de vingers. Maar of ik er echt in geloof, niet echt. Maar het wordt gezellig. Heb je misschien een voorspelling voor de uitslag? Ik denk 3-1 voor Nederland. En dat hoop ik eigenlijk ook, hè? Want dat hebben we eigenlijk wel nodig, denk ik. 2-1. Voor Nederland dan, hè? Niet voor Duitsland, hè? Sorry. Wat gaat u doen als we gaan winnen? Ik denk dat ik een biertje ga drinken. Misschien wel meer dan 1. En als we verliezen? Nou, feesten we nog steeds. Dus het leven eindigt daar niet. Dus we gaan gewoon door. Dus het is niet het einde van de wereld. Deutschland, 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 Deutschland,